kunstenaar geweest. Ja. Hij is lang niet altijd zo gewaardeerd geweest als dat hij op een gegeven moment was toen hij doodging. Toen hij leefde? Nou, in New York wel. Ja. Toen was hij ook niet arm meer. Terwijl, dat vind ik dan wel weer grappig, want zijn New Yorkse atelier, dat is eigenlijk de meubels. Er staat hier een maquette van. Ja. Dat zijn allemaal meubeltjes opgebouwd uit sinaasappelkistjes. Maar dat had weer meer te maken met het feit dat hij echt vond dat een ruimte er op deze manier uit moest zien. Ja. En het is geen schilderijen tentoonstelling, maar het is echt een biografische tentoonstelling. Dus het gaat echt over de persoon Pieter Cornelis Mondriaan. En dan moet ik eigenlijk zeggen Pieter Cornelis junior, want zijn vader heette senior. En eigenlijk is dat wel uniek, want die bestaat eigenlijk niet in Nederland. De bekendste Amersfoorter? Het is de grootste Amersfoorter aller tijden sinds 2 jaar. Nou, het is natuurlijk fantastisch dat hij hier geboren is. Dat is, het is een van de grootste kunstenaars in de wereld. Overal bekend. Je kan hier ergens niet komen of mensen kennen zijn naam. Hij heeft de weg gebaand van het maken van schilderijen van figuratie naar pure abstractie. Daar is hij een van de voorlopers in geweest. Zie, hij heeft gekozen voor een hele strenge weg, de smalle weg, van het kiezen voor een aantal elementen. Dat zijn verticale, horizontale, de 3 primaire kleuren en het wit en het zwart. En het wit staat dan in mijn optiek in ieder geval voor ruimte. Zijn schilderijen gaan eigenlijk over ruimte. Dit was zijn geboortehuis. Ja. Hoe lang heeft hij hier gewoond? Hij heeft hier uiteindelijk maar 8 jaar gewoond. Toen is de hele familie naar Winterswijk vertrokken. Dat had eigenlijk meerdere redenen hoor. Naast dat zijn vader een beetje in onmin raakte met het bestuur van de school. Want dit het lokaal waar we nu in staan was vroeger ook echt schoollokaal. Maar wat ook was, zijn moeder was heel ziekelijk. Die was heel ziekelijk. Dus zijn zus heeft ook vaak het huishouden gedraaid. Het gezin moet managen. Ja, precies. En dit pand was toen ontzettend oud. De mushrooms, de champignons groeiden uit de paddenstoelen kwamen door de boer. Ja, precies. En dat kwam natuurlijk ook omdat het ligt hier aan de Korte Gracht. Nou ja, als het maar enigszins hoog water was, dan overstroomde de Korte Gracht. En dat ging hier allemaal onderdoor. De tentoonstelling, wat laat hij vooral zien? Hij laat eigenlijk zien aan de hand van de 4 grote steden waar Mondriaan heeft gewoond, hoe die woonde en leefde. We hebben het logo van het Mondriaanhuis als uitgangspunt genomen. Nou, dat is de tijdlijn, hè? Het begint bij 1872. Nou, die hebben we hier in de hogere delen van de zaal hebben we een hele tijdlijn uitgezet. Dat is onderverdeeld in 4 periodes. Amersfoort, Amsterdam, Parijs en New York. En aan de hand daarvan wordt hier op de benedenvloer verteld hoe die leefde. En wie zijn vrienden waren, wat hij deed in zijn werk, wat zijn fascinaties waren. En het grappige vind ik zelf is dat er gekozen is voor grote foto's op de muur. En die foto's zijn echt allemaal uit die periode. Die zijn daar echt op uitgezocht. Dit is een foto uit Amersfoort en deze ook. Hier zie je de Lange Jan op. Dit is echt het Mondriaanhuis uit die periode dat hij hier gewoond heeft. Want daarna is het Mondriaanhuis natuurlijk ettelijke keren ook wel weer verbouwd en is het ook wel weer veranderd. Maar dit is wel de situatie zoals het toen was. En hij is natuurlijk naar school gegaan, trouwens. Dat is al vrij uniek, want de meeste kinderen in die tijd gingen helemaal niet naar school. Maar omdat zijn vader natuurlijk schoolmeester was, ging hij wel naar school. We hebben hier echt een bankje uit die periode opgeduikeld op Marktplaats. Dat is wel weer grappig, maar het is echt uit die periode. We hebben er 2 hoorspelen in gemonteerd en een display waarin je allerlei foto's ziet uit die tijd van Amersfoort. Ja. Echt Amersfoortse situaties, erg leuk. De hoorspelen, we hebben ongeveer 6 hoorspelen. En daar wordt in de ik-vorm, dus Mondriaan is echt aan het woord. Hij vertelt zelf. Vertelt hij zelf. Ik logeerde bij vrienden en familie door het hele land, tot ik besloot me in Laren te vestigen. Daar woonde ik in bij componist Jacob van Domselaar en vriendin Maaike van Middelkoop. Om elkaar overdag niet voor de voeten te lopen, werkte ik in een klein atelier dat ik huurde van kunstenaar Otto van Rees.
Ik was van mening dat alleen de rechthoekige afsluiting exact uitdrukking geeft aan de evenwichtige verhouding. De tentoonstelling wordt vrijdag geopend door de heer Zalm en hij is vanaf zaterdag voor bezoekers toegankelijk. Het is een permanente tentoonstelling, dus we hopen er nog heel erg lang plezier van te hebben. Zeker een jaar of 5. Ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk de vraag, moet die tentoonstelling weer aangepast worden aan de tijd? Nou, dat hebben we nu gedaan. Ja. En het is gewoon een permanent onderdeel van het museum nu. Ja. Mooi. En meneer Zalm, waarom komt meneer Zalm hem openen? We hebben meneer Zalm gevraagd omdat hij uiteindelijk ook betrokken is geweest bij de aankoop van de Victory Boogie Woogie eind vorige eeuw. Dus ik dacht, nou, meneer Zalm is ook, ziet dat linkje wel. Kijk, en de Victory Boogie Woogie is natuurlijk het laatste schilderij wat hij gemaakt heeft. En nu staat hij in het geboortehuis van Mondriaan. Nou, dat vond ik wel een mooie link.